Als ik hier rondloop, dit is een prachtig terrein. Dus ik word helemaal blij als ik in zo'n terrein loop. Ik bedoel, ik zie hier weer planten die ik bijna nergens anders zie. Dus ik, ja, nee, dat doet mij goed. Hier hebben we die hondsviooltjes. Ja, nou ja, hier staan er nog flink wat, hè. Dat is... En hier Tormentil. Tormentil. Ja, dit gebied is reuze beroemd vanwege alle fantastische plantensoorten die hier groeien op deze berg. Later in het jaar wordt het een grote bloeiende bende, zou je kunnen zeggen. Vol allerlei soorten die in heel Nederland zeldzaam of bedreigd zijn. Het jammere is, het probleem is, het is heel zeldzaam geworden in Nederland. Hij is van grasland, daar hebben we heel weinig meer over en we doen ons best om het weer te redden, om het weer te behouden in Nederland. En in feite is het zo dat de boeren vroeger dit soort graslanden gewoon gebruikten. Er werd gewoon gemaaid, er werd geplacht, er werd gegraasd door schapen en ook door runderen. En als je dat dan imiteert en je houdt in gedachten van hoeveel beheer zo'n terrein nodig heeft en je gaat daarmee door, dan kun je het terrein in goede staat houden. Of als het terrein gewoon helemaal verloederd is door wat dan ook, dan kun je dat soort technieken weer gebruiken om het gebied te herstellen. We hebben te maken met natuur waar heideplanten voorkomen, waar graslandplanten voorkomen. En schraal wil zeggen dat er weinig voedsel is. En bij elkaar is dat een heilschaal grasland. Er is heel veel verdwenen en eigenlijk is de grote oorzaak is de hoeveelheid stikstof die uit de landbouw neerdaalt op Nederland. Al jarenlang. En in feite is de bodem nu de capaciteit kwijt om daar weerstand tegen te bieden. De bodem verzuurt en daardoor verdwijnen de planten uit het heilschaal grasland. We gaan hier een stukje plaggen. Dat heeft Staatsbosbeheer weer precies uitgekozen. Dit is een kansrijk plekje. En dan gaan we kijken of we hier weer wat nieuwe heischalen graslandsoorten kunnen laten kiemen. Ja. Dus een centimeter of 5 haal je eraf, Kees, of niet? Ja, ja. Gewoon de bovenste laag. Het is een hele lichte laag. Ja. Maar het is wel, je ziet het heel mosrijk. Mm-hmm. Dus alleszins. Ja, dus die mos dat geeft al aan dat het al een beetje aan het verzuren is. Ja. En dan kies je expres een plekje met wat meer mos. Ja, ja, het is natuurlijk heel dicht. Ja. Als wij dit kwijtraken, dan raken we op slag zoveel procent van onze biodiversiteit kwijt. En dat zouden we met elkaar niet moeten willen. Ja, ik vind dat je best moet doen om, het gaat helemaal niet zo goed met de natuur in Nederland, om een beetje natuur te behouden in Nederland. Ik vind het zelf nodig, maar ik denk dat we het als mensheid ook nodig hebben.